Hier nou, is er, hoor, die Angel, daar staat ze weer. Annick Adriaans, ook wel de vitaliteitscoach van oh. de sterren genoemd. Ja. Uh, gisteren nog bijvoorbeeld. Nee, Annik, we gaan vandaag afvallen met amandelen. Ja. ja dus met noten eigenlijk. Ja. Uh, ik vind het oh. heel fijn, want ik hou van marsepein. Dus uh, op die manier krijg je ook heel veel amandelen binnen. Ja, dat wil wel. Ja, ja zeker. Maar ik val er niet echt van af. Nee. nee, dat snap ik. Ja. ja? ja. Hoe komt dat? Ja. Marsterpijn is natuurlijk suiker met amandelen. Ja, ja, ik denk dat Gaat het, het daar ook heel klein beetje. Nou maar als amandelen een keer met, met heel veel suiker? Was er nou maar eens een keer zo'n ja. ja, dieet? Ja. Ja. Ja, 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 dat is er niet. Ja. Gaat wat, gewoon niet lukken. Wat zijn amandelen eigenlijk? Amandelen zijn noten. Ja, ja. Maar ik kwam dus langs een interessant onderzoek, want ik ben altijd in mijn vakgebied aan het kijken van welke kleine dingetjes kunnen mensen nou doen om hun gezondheid te verbeteren. Stimuleren, ja. Ja, en uh, gewoon die kleine trucjes, want een hele leefstijl omgooien is soms gewoon best wel uh, ingewikkeld en dat lukt niet iedereen. Maar ja, je hebt natuurlijk ook de kleine dingetjes. En ik um, en kwam langs een interessant onderzoek over hoe amandelen kan helpen bij het afvallen. En ja, veel mensen weten wel dat noten gezond zijn. Met name voor het verlagen van risico op hart- en vaatziekten. Een handje dan, hè? Niet ja, hele zakken vol. Noten, natuurlijk. En ook vaak ongezouten. En het liefst yep. ongebrand? Ja. Ja, ja nou. Ja. Nou. Dan ga je alweer. Ja, Wat blijft ja, ja. er dan over van zo'n man? Amand... Is, is, is een rauwe amandel te eten? Ja, wel. Het is wel lekker, hoor. Maar het is natuurlijk ja. niet zoals dat ze gerood zijn, zijn of zo. gebrand zijn ja. en gezouten. Dat vind ik wel lekkerder. Ja, ja. maar de door eetfactor daarvan ligt een stuk hoger. Dat is waar. Ja. Als je, ja, als je, als... ja, daar worden ze ook omgezouten en gebrand, zodat je lekker door... Door blijft eten, ja. 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 Maar goed, um, um, ja, dus noten zijn gezond, maar noten en afvallen... dat. Gaat vaak niet samen. Daar denk ik uh, aan. Ja, want er zit gewoon heel veel calorieën in. Ja. En dan denken we bij afvallen, ja, die moet je wel weer verbranden, dus je kunt beter voor de wat caloriearmere voedingsmiddelen gaan. En, uh, maar dat blijkt dus eigenlijk niet, uh, niet zo te zijn. Nee? <laughs> nee. nee. <laughs> maar van, maar hoe, hoe kun je er dan toch mee afvallen? Ja, goed, ik ga het je allemaal uitleggen. Het was interessant. <laughs> Niet doen. Nee, niet doen, ja, maar Arna doet het ook. Het okay, ja, is nee, een interessant artikel. Nee, maar het is echt interessant. Heel interessant, ja. In dat onderzoek... Sorry hoor. Waar staat het onderzoek in? Waar stond het in? Nou, in ieder geval, wat erin stond, dat is het meest interessant. Het is op... Ik kan het nooit uitspreken, maar Scientas. Dat is zijn website en daar vind je alle ja, ja, ja. interessante wetenschappelijke onderzoeken. En... Um, daar nou hebben ze gekeken van wat. wat uh, ze hebben twee groepen genomen. En de ene groep die nam uh, 30 tot 50 gram amandelas tussendoortje. En een andere groep die at gewoon hun normale uh, koolhydraatrijke tussendoortje. Maar ze bevatten allebei evenveel calorieën. Ja. Dus de amandelgroep had evenveel calorieën als de andere tussendoortjes. En toen keken ze van wat doet dit op het eetgedrag van mensen. En wat bleek nou? De amandelgroep bleek bij de volgende maaltijd minder te eten dan ja. de andere groep. En met name. Uh, calorieën vanuit ongezonde voedingsmiddelen. Ah, oké. Okay. Ja. Maar is dat dan omdat die, uh, als je die amandelen hebt gegeten... dat er een soort absorptie werkt voor... Tegen vet ook of zo? Dat het vet opneemt? Nou, dat was natuurlijk de vraag van hoe werkt dat nou eigenlijk? Ja. Wat maakt nou dat, dat vervolgens er vervolgens minder gegeten wordt bij de volgende maaltijd? En het blijkt dat amandelen een positief effect hebben op uh, insuline. Ja. Dus dat is je bloedsuikerregulatiehormoon. En op je verzadigingshormonen. Uh, dus dat die veel beter uh, tot uiting komen. Wat maakt dat je minder trek hebt, veel minder zoetbehoefte hebt... en je langer verzadigd voelde. Mm. Dus, maar ja. eet je ze dan met, met een velletje eroverheen? Of hoe eet je die amandelen? Ja, het liefste met een velletje, want dan heb je ook nog vezels. Want als we oh ja. kijken van wat er in die amandel zit. Dat, dat vezeltje, daar zitten goede vezels in. En er zitten eiwitten in, in de amandel. Er zit bijvoorbeeld vitamine E in. Uh, dus het is eigenlijk gewoon een heel gezond voedingsmiddel. Ja. Uh, en als je daar dan niet te veel van eet, maar gewoon wel. Elke ja, maar dat, dat is handje. wat je zegt. Ja. ja, een handje. Maar de een heeft grotere handen dan de ander. Ja, dus... En dus dat is precies de goede maat voor jouw lijf. Oh, zo ja. Ja. Maar is het dan helemaal dat je je vingers bijna niet meer dicht krijgt wat het er bijna uitvalt? Ja. Of is het gewoon handdicht en kijken wat erin kan? Nou, als we kijken naar een portiegrootte, heb je het ongeveer over 25 gram. Ja ja, nou, 25 gram is natuurlijk niet heel veel hè. Nee, ja, wij zijn natuurlijk steeds grotere porties gewend, zo is het ook. Ja, dat is het ook. Ja. Een kind ongeveer 15 gram en volwassen ongeveer 25. Dus elke dag een handje ja. amandelen, zeg maar 25 gram amandelen, ja, He, dus, ja. ongezouten en dan ook onbewerkt eigenlijk. Het liefste wel, want dan heb je gewoon het voedingsmiddel zoals die van nature bedoeld is, ja. zonder toegevoegde zouten, suikers of, of wat dan ook. Is er ook nog een, het, het perfecte moment om dat dan op de dag te eten? Nee, niet per se. Oké, okay. nee. niet s'avonds dat je gaat slapen, lijkt mij. Dat is misschien niet zo goed. Ligt vrij zwaar op de maag misschien. Ja, eigenlijk zou ik proberen voor het slapen gaan. Misschien niks meer te eten. Zodat je lichaam zich kan uh, focussen op, uh, op herstel. En niet op de spijsvertering. Maar dus anderen even, zeggen juist een ja. klein beetje yoghurt of kwark eten voordat je gaat slapen. Om juist dat spijsverteringsstelsel in de nacht bezig te houden. Nou, het ligt een beetje aan wat, het, wat voor doel je hebt. Maar hm? bijvoorbeeld, sporters die willen nog wel eens voor het slapen gaan. Iets eiwitrijks eten. Oh ja. uh, voor spierherstel. Ja. Maar. Over het algemeen zou ik het afraden om vlak voor het slapen gaan nog iets te eten. Want je gaat toch iets vragen van je lijf. Ja. Terwijl je liever wil dat je lijf gaat, uh, gaat herstellen. Snap ik. Ja. Heb jij nog een vraag? Want je bent zo stil. Nee. Nee. nee Goed. Ik heb jullie even geraden geslagen. En hoe was het? Ja. Dankjewel, me. Annick. Ja. Tot over twee weken.